In 2012 hoorde ik dat in 2013 de rookpolie en de medicijnen vergoed werden in 2013. Toen heb ik in oktober bedacht van, oh ja, dan ga ik in januari stoppen met roken. Nou, ik was het echt heilig van plan, eigenlijk al vanuit mezelf. Had ik zoiets van, oh Wendy, je hebt al zo lang gerookt, stop er eens mee, die flauwekul. Ik rookte checkies en die rookte ik voor de helft op. Dus dan 5 trekjes en dan maakte ik hem uit. Niet kon concentreren of je was boos of wat dan ook. Dan had je altijd een sigaret nog. Ik kon geen leven voorstellen zonder sigaret. En dan maakte het niet uit of je geen eten had of geen drinken in huis. Maar als je maar check had, dat was het voornaamste. Niet eens meer omdat je het wilde of zo, maar het was gewoon de een na de ander. Het ging gewoon maar door de hele dag. En nu heb ik 7 van tijd over om van alles te doen. Het is ongelooflijk. Gewoon een hele dag voor mezelf. Nu ik stop met roken, denk ik, nu kan ik dit, dan kan ik eigenlijk alles aan. Want ik had nooit gedacht dat ik kon stoppen met roken, hoor. En nu het 7 jaar verder is, en dan denk ik van ja, ik weet niet eens meer hoe het proeft om een sigaret te hebben. Als je stopt met roken, heb je heel erg de neiging om met je handen wat te doen. Dus ik heb wel een periode dat ik droeg een kettinkie. Ging met een kettinkie en dat helpt wel. Dan krijg je toch een bepaald connectietje in je hersens dat je handen bezig zijn. Dan ga je een beetje met dat kettinkie lopen draaien en of met die kraaltjes ga je in je handen. Weet je, dat geeft wel een soort min of meer afleiding. Een tijdje ook in Schotland geweest en daar is het hartstikke duur. Nou, dat hielp ook. Dat is zo duur daar. Dat ik denk, nou dat kost me te veel geld. Zou er niet erop, ik rook niet. En ik kom hier in Amsterdam en het is maar weer bingo.